break it down. 3, 2, 1, sign the book. We kennen de Beastie Boys. 1, 2, 3, Ik begin mijn betoog, mijn workshops, met een inleiding over de hip-hop muziek. Want eigenlijk is het niet alleen muziek, het is een cultuur. Hoeveel tellen hebben wij in de maat? Deze moest vier, vier, vier toch? Deze moest de vier en dan moest deze op de nee, eerste acht. En de derde. De eerste. Vier. Nee, deze moest op de tweede en de vierde. De voet die moest op de eerste en de derde. Ja. Net alles vol. Je had wel marsmuziek in Europa. Dus de snertroms, de overslag, zo'n grote trom. En die hebben ze dan eigenlijk bij elkaar gezet, zodat één persoon meerdere dingen kon bespelen. 1, 2, 3, 4. Deze foto is gemaakt in de Bronx. Hebben jullie van de Bronx gehoord of niet? Ja. Ja? Nee. Kan je er iets over vertellen? Het is een wijk in New York. Kijk, ja, heel goed. Hier in Hoorn heb je ook wijken. Bijvoorbeeld Kersenbogert of zo. Applaus! Nou, het belangrijkste wat er in de Bronx aan de hand was eigenlijk, is dat zie je op deze foto, eigenlijk door een aantal politieke en maatschappelijke factoren. Ja, je moet je voorstellen dat het iets echt nieuw is, dat niemand er ooit van had gehoord. En dat de eerste breakdancers in Nederland kwamen, die dat gingen doen in Amsterdam op het Leidseplein. En in en kleine clubjes hier en daar, Rotterdam ook. Mijn zus die zat op breakdance. Kijk, eindelijk! 1 malen, 2 malen. Ja, mijn boodschap is een beetje ook wat ik algemeen vanuit de hip-hop wil meegeven, maar daar kom ik zo nog wel op. Dat mensen verder gaan kijken dan alleen wat er op tv te zien is. Dat is een piramide! Ja, nou, dit hebben ze in Egypte en daar wordt de farao in gevangen. Er zijn geen regels, dus je moet altijd zorgen altijd doen. Oké, ja, jij hebt een vraag. Mijn broer heeft ongeveer ook zo'n dingetje, maar dan is het gewoon een vierkantje en dan zitten er allemaal kleine toetsen op. Ja, dat zit er dan op klikken er allemaal verschillende geluiden en zo uit. Ja, wat is het verschil tussen een tel en een maat? In een maat, volgens mij, toch? Een tel? Leg maar uit. In een maat. Kijk, je hebt bijvoorbeeld heb je 4 tellen en 4 tellen is 1 maat. 1, toch? Maar moet je dan sneller gaan tikken bij 1 maat, 2 maat? Precies. Wat we doen is, straat, stenen, telefoon, straat, stenen, telefoon. Wat ik probeer mee te geven, dat was geen helemaal niet om zakken met geld, want dat was er namelijk helemaal niet. Dan gaat het erom dat je zo goed mogelijk teksten schrijft. Ik heb even een link hiernaar, want jullie denken van ja, wat de hip-hop, oké, wat heeft dit hele verhaal met drummen te maken? Nou, die doen we met de vlakke hand. Dus als je je hand zo hebt, je gaat erop zitten. Hou hem een beetje schuin. Oké, wie kan er iets over Latin muziek vertellen? Ik hoorde net al hier samba vallen. Dat is meer Braziliaans. Wat we nu doen is meer Cubaans. Dat is namelijk de cha-cha. Dan gaat hij. 1, 2, 3, 4. Oké, dit was het slechtste wat ik ooit gehoord heb. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
Dat is namelijk Cool DJ Herc. En wat die man uitvond is, als je twee platenspelers naast elkaar zet en je hebt twee precies dezelfde platen, dan kan je bepaalde fragmenten uit een liedje kan je dus loopen. Appel, peer. Maar de drums is eigenlijk een relatief jong instrument. Dan ga ik volgende keer uitleggen de relatie tussen de hip-hop en waar de drums vandaan komt. Dat is namelijk jazz. Komt-ie! Toetie! Toetie? Toetie? Oh, dat is oh ja, ik weet het toch? Nee, zo noemde die iedereen. Nee. Je ziet hier ook dat iemand gewoon een matje uitrolt en dan gewoon gaat breakdansen. Ik bedoel, daar heb je eigenlijk dus niks voor nodig, alleen dat matje. Nou, die kan je voor 2 euro bij de Action houden. 1, 2, 3, 4. Jongens, applaus voor Sven. Yeah.